Goedemorgen. Fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog, zeg. Het is gewoon weer zondag. Hou op. Ik heb het idee dat het gewoon dat iedere dag zondag is. Ik heb zo'n gevoel. Ik weet ook niet wat het is. Gek, hè? Vandaag een waanzinnige dag. Ik ga nu eerst naar de dansschool. Want volgende week... Oh, maar wat? Ja. Precies volgende week, als jullie dat zien, ben ik letterlijk aan het optreden. Oh, dat is wel even een klap in mijn gezicht, hoor, opeens. Vanavond ga ik naar Ilse de Lange, naar haar show met mijn moeder. Moet je heel eerlijk zeggen, ik doe gewoon dezelfde outfit aan als dat ik aan had bij Old Girls en bij het YouTube-event afgelopen week. Het is oké, toch? Het is oké. Ik wist even wat ik aan moest trekken. Ik krijg een soort van stress dan altijd. Nou, kijk wat ze nou weer vinden. Een reuze sneeuwpop. Lief. Hè? Hey allemaal, we zijn aan het repeteren. We hebben allemaal hele leuke kostuums, dus dat zijn we nu even ook aan passen. Ik moet een hele cape aan en weet ik het allemaal. Het is echt lekker druk in de dansschool. We zijn nu met alle groepen aan het oefenen. Dus het is echt, alles komt nu op zijn plek. Ik heb nu even pauzes, ik ga even pauzeren, even lekker. Vlog staat voor vandaag gelukkig geüpload, thank god. Klaar jongens, helemaal nat geregend. Oké, guys, ik zit lekker bij Loetje, gezellig, heel mooi versierd ook. En ik wacht even op mijn moeder. En gaan we even lekker eten. Nom nom nom. We zijn nu in het Spaard in Den Haag voor Ilse de Lange. Heel leuk, het is hartstikke druk. Oma, je ziet hier wel meer denken, hè? Het is echt gigantisch groot, je hebt zeg maar etages. Dus je hebt daar de begane grond. Dan heb je nog een eerste etage en nog een tweede etage. Oh, daar